Welkom bij een nieuwe video van Wally de Pony. En leuk dat je kijkt. Vandaag wordt waarschijnlijk een hele leuke dag voor mij. Morgen is het 7 weken geleden dat ik van Wally ben afgevallen. En vandaag moet ik terug naar het ziekenhuis. En dan gaan ze röntgenfoto's maken van mijn been om te kijken of het goed genezen is. Want na 6 weken hoort je been heel te zijn. En hoe nou verder maar revalideren, bla bla bla. En als het eigenlijk allemaal goed is, dus als mijn bot goed genezen is, dan klim ik vandaag op een paardje van de eigenaar van stal, op Malibu. Want die is super lief en dat vind ik dan wel een mooie opstart. Dus ik heb heel veel zin in deze dag en ik hoop jullie ook, dus ik neem jullie lekker een hele dag weer mee. Oké, wij rijden nu onderweg naar het ziekenhuis. Maxima Medisch Centrum Veldhoven. Goeiedag zon. En dan moet ik eerst naar de röntgen. Eigenlijk 2 keer, toch? Ja, dat is het. Staat 2 keer op de planning dat ik naar de röntgen moet. En daarna naar... De orthopeed. Naar de orthopeed. Dus wij zijn nu onderweg naar het ziekenhuis. Om laat ook de eerste afspraak. Half 10. Om 9:30 heb ik de eerste afspraak. En het is nu zo laat. Oké, dit meisje is ontzettend blij. Mijn bot, daar zag er echt heel goed uit voor zijn dokter. En hij had gevraagd of ik mijn knie kon buigen en mijn voet. En dat ging allemaal. En hij had echt zoiets van, wow, je bent echt al ver voor 7 weken. Dus ik ben echt blij. En ook echt heel blij dat hij echt zoiets had van, oh, je bent echt al ver voor 7 weken. Want hij had echt niet verwacht dat ik mijn voet al heel plat kon neerzetten. En hij had nog zelfs iets hoger kon optrekken dan dat en zo, dus happy. Dus nu gaan wij naar stal toe. We hebben net daar ook nog even een broodje gegeten en dan ga ik op Malibu. En hij heeft me uitgelegd, want als ik heel veel doe in een dag, dan heb ik last van mijn knie. En dan vond ik niet per se raar, maar dacht van, ik zou eerder last hebben van mijn enkel, dan dacht ik. Maar dat is dus omdat ze die pin die in mijn been zit, die hebben ze ietsjes hoger geplaatst dan, of iets langer gelaten, zodat als je als je er ooit uit moet, dat ze hem eigenlijk bij mijn knie al kunnen voelen van waar die zit. Dus eigenlijk kan ik hem dus ook, als ik nou over mijn knieën ga, kan ik hem het puntje voelen. En dan zag je ook op de röntgenfoto van dat hij echt hoog zat. Maar dat is dus dat ze hem al terug kunnen vinden, niet dat hij ergens helemaal heel diep in mijn bot zakt of zo. Dus naar de stal. Thank you.
voor mijn poortje. Ja, dat wil ik. Hoe is de blik in je ogen? Heel blij. Hoe voel je? Wally is jaloers, die begon met mijn henneken. Jij moet heel lief zijn en rustig. Thank you.
Oké, de meisje is super blij. Ik zal even uitleggen hoe het te zaakjes voelde. Want eigenlijk uit de wei halen, dat gaat gewoon prima met één kruk. En opzadelen gaat gewoon prima, allemaal geen last van. Nou, opstappen, dat voelde ik wel aan mijn knie. Maar zodra dat ik dan op hoogte was, want dan moet ik opstappen met mijn slechte been eerst. En dan zodra dat ik mijn goede been van de grond had, voel ik het in mijn knie. Maar zodra dat ik eigenlijk op even hoog zit als mijn knieën gewoon gelijk op hoogte zitten en ik alleen nog maar mijn been eroverheen hoef te zwaaien, voelde ik eigenlijk niet niks meer, maar voelde het gewoon normaal. En mijn rijden, mijn stappen voelde ook gewoon normaal. Ik voelde wel dat ik mijn goede been, mijn hak gewoon automatisch naar beneden deed. En dat ik bij mijn slechte been toch wel mijn hak zelf echt moest uitdrukken. En in draf, ik weet niet, ik voelde het wel dan aan mijn enkel van, ik steun erop. Gewoon hetzelfde gevoel als dat ik normaal op loop. Maar dat is geen pijnlijk gevoel, dus dat was ook niet echt vervelend. Alleen, dan toch af en toe dan was het van, nou weer even stappen. Maar eigenlijk ging het keigoed. En we hebben dan een rondje nog buitenom gedaan. Ik heb mezelf afgezadeld, zelf terug op de wei gezet. En ik ben echt super blij. Malibu is echt super lief. En we zijn nu onderweg naar huis toe. Ik heb dan met Wally net nog wel vrij zuur in de wei gedaan. Want hij was zo jaloers aan het kijken dat ik niks met hem neem, maar met Malibu. Want Wally kan dat nooit zo goed hebben als hij geen aandacht krijgt van mij. En lekker naar huis. Mijn been omhoog leggen op bed, want dat is nou wel weer nodig. En dan dadelijk eigenlijk verder niet heel veel meer. Even lekker rusten eerst. Dus, en dan kijken we verder of ik weer actief ben. Maar eerst uitrusten. Maar nou dus eerst naar huis. Oké, ik ben inmiddels thuis. Heb alweer een film gekeken. Alweer lekker rustig gelegen. Maar ik denk dat we vandaag niet veel meer gaan doen. Dus ik wil hier bij de video afsluiten. Hopelijk vond je het een leuke video en een leuke dag. Ik sowieso wel. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!